Zoetermeer speelt als laatste eerste klasse nog in de Gold Cup. En dat deze prestatie veel voor de club betekent, was bij de opkomst al duidelijk. Vorig seizoen hebben de gasten het onwijs goed gedaan in de Silver Cup. En daardoor mogen we nu die Gold Cup spelen. En daar loopt heel Zoetermeer vooruit. Dus dat is wel echt tof. Ja, want met de Champions League tune hier het veld op. Ja, is dat vet. Ja, het geeft echt wel een gave sfeer. Het is, elke wedstrijd hebben we het publiek aan ons zijde. En dat zorgt er wel voor dat we gestunt hebben tegen Victoria en tegen Leo. En hier ook bijna voor een stunt konden zorgen. Ik vind het wel heel mooi, want ik heb ook video's gezien van de vorige twee wedstrijden. En die ambiance toch wat bij het hele team. Ik vond wel van, oké, dit wordt een mooi potje. Dit is met veel publiek. Vuurwerk, wat overigens ook heel mooi is. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb me echt op verheugd. En denk, volgens mij het hele team. En het blijft bekerhockey, dus dat heb ik gezien. We komen vrij snel 1-0 achter. Ja, jij geeft dan hier het thuispubliek weer wat ze willen. Een 1-1 gelijk spel. Ja, in het tweede kwart gaat het echt alle kanten op. Ja, ik kwam toevallig van de bank rennen. En de bal die viel ineens bij de tweede paal. En ik weet niet hoe ik hem binnenkreeg, maar ik kreeg hem onder de keeper door. En toen de daaropvolgende aanval kregen zij een gele kaart. Want de keeper kregen wij een strafbal, stonden voor. Nou ja, dat was iets wat ik van tevoren niet had verwacht. Ja, ik vond het überhaupt geen straf waardig. Ik was ook ik moest een beetje lachen omdat ik echt met stomheid geslagen was dat hij gegeven werd. Want ik pakte gewoon clean de bal en daar liep wel een man achter en die viel over mij heen. Dus ik was eerst verbaasd dat ik überhaupt een strafbal tegen kreeg en dat ik ook nog geel erbij kreeg. En toen werd mij verklaard je ging wel voor de bal, die had je wel, maar je kwam zo fel en agressief uit dat je onbesuisd de man meenam en dat je daar niet over nadacht. En daardoor kreeg ik een strafbal en een gele kaart. Ik ga het zo even nog aan hem vragen en ik ben het er niet helemaal mee eens, dus ik ben heel benieuwd wat hij te zeggen heeft. Wij zaten een beetje in dubio op dat moment van, die gasten zijn zo goed aan de bal, moet je nou gaan pressen omdat zij geen keeper hebben of moeten we controle houden, want je hebt toch een voorsprong. En ik denk dat we het gewoon goed gedaan hebben. We hebben alles eruit gehaald wat erin zat, alleen was het helaas net niet genoeg. Ja, want het blijft inderdaad heel lang 2-1. Het derde kwart even uit mijn hoofd wordt het dan gelijk. En in het laatste kwart dan halen jullie nog de keeper eruit om echt nog wat te forceren. Ja, en dan valt de 4-2. En dat maakt de score wellicht wat vertekend. Want ik vond het heel lang een hele spannende wedstrijd. Ja, zeker. Ik had bij 2-2 had ik hier zelf nog een kans op de 3-2 voor ons. Schoot ik helaas net over. En ja, het kan gewoon alle kanten op die wedstrijd. En dat is denk ik waar wij gewoon met schouders naar achter, borst vooruit van het veld af kunnen lopen. We hebben hier gewoon laten zien tegen een ploeg die naar mijn idee hoofdklasse wil spelen, dat we gewoon een wedstrijd kunnen bieden. En dat is gewoon ontzettend gaaf om te doen met deze ploeg. Ik denk dat we het gewoon onwijs goed gedaan hebben. We hebben die 2-1 voorsprong die we hadden, die was gewoon heel moeilijk vast te houden. Zeker die tweede helft, omdat we zo vroeg voorkwamen. Ik denk dat we het onwijs goed gedaan hebben. En op een gegeven moment werden we echt overlopen overal op het veld, waardoor het gewoon heel moeilijk was om het vast te houden. En toen werd het nog 2-2, maar de 3-2 zat er wel aan te komen. Komt ook niet heel erg teleurgesteld over. Volgens mij heb je een prima avond gehad. Ja, ik heb een heerlijke avond gehad. Nee, het was supermooi. Ik, tegen mijn oude clubje, het was echt onwijs gaaf en ik heb genoten van de wedstrijd. Volgens mij was het een mooie avond hier. Ja, zeker, zeker. Ja, dit gebeurt ook niet veel clubs. Vooral dat vuurwerk vooraf en op het einde, dat maakt het helemaal af. En dat komt inderdaad binnen het hockey niet zoveel voor. Nou, snap ik heel goed. Jullie zijn eerste klas. We hebben natuurlijk een prachtig mooi Gold Cup toernooi gehad. Baal je ook niet een klein beetje na vanavond? Waren we wel dichtbij, toch? Ja, zeker. Ja, eigenlijk we hadden het er al over. Je wil het liefste uit op Amsterdam in het Wagener. Dat is toch wel als eerste klasse de ultieme droom. Maar we hebben het ontzettend gaaf gedaan. We hopen dit jaar te promoveren naar de overgangsklasse. En dan gaan we volgend jaar in de Gold Cup hopelijk weer voor meer verrassingen zorgen.